Nee, dat is geen eten. Ik denk dat het een van mijn fijnste, leukste buitenritten ooit was. En ik maak bij deze planningen dus gebruik van time blocking. Ik ben echt een freak wat betreft plannen. Het is wel goed om na te denken over, weet je wel, ook al vind je je werk leuk, je moet gewoon niet altijd aan het werk zijn. Goedemorgen, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog van Vlogmas op Leon Abigail. Dit is alweer vlog 5 volgens mij. En ik ben vandaag vrij, super chill, het is vandaag maandag. En ik ben nu eventjes de vaatwasser aan het uitruimen, want ik heb gisteren, was mijn zusjarig, dus wel de verjaardag. Toen hadden we even pasta gehaald voor iedereen en we hadden dus echt super veel over. Dus ik heb hier even een lekker pastaatje opgewarmd. Ik hou echt van Italiaans eten. Dus dat ga ik even lekker eten. En de vaatwasser even uitruimen en dan inruimen. Want er staat hier nog van alles. En je ziet hem hier achter me al staan. Ik heb gisteren de kerstboom opgetuigd. Ik heb gisteren verder niet gevlogd. Maar ik heb wel voor jullie een timelapse gemaakt met de GoPro. Van hoe ik de kerstboom ging optuigen. Dus daar kunnen jullie nu even naar kijken. Leuk natuurlijk. Ik vind het oprecht heel erg leuk dat de kerstboom nu staat. Ik heb ook mijn kersttrui al aan. Want deze is super lekker zacht. Iemand vroeg pas waar die van is. Maar hij is volgens mij echt van de Primark of zo, van de H&M. Maar ik denk niet dat hij nog te koop is. Zo, ik ben helemaal omgekleed. En dit is een setje wat ik echt al heel erg lang niet aan heb gehad. Ik heb dit echt gekregen toen ik in groep 8? Ja, ik denk zoiets. Toen ik echt 12 was en ik pas het zeg maar nog steeds. Nou ja, het is gewoon een vest en een polo. Het is eigenlijk gewoon een roze polo met allemaal leuke details. Het matcht dus helemaal. Dus ik ga nu naar Abby en dan zien we daar wel wat ik allemaal ga doen. Zo, ik ben lekker op stal en ik ga Appje nu even uit de wei halen. Ik heb net een halster gepakt. Lekker roze match bij mijn outfit. Abby vindt het niet zo leuk dat ze van de wei af moet. Nee ja. Niet zo leuk. Hey guys, ik film het even met mijn telefoon. Want ik wilde mijn GoPro meenemen op buitenrit. Ik zit nu dus op Abby. Ik ben onderweg naar de hei, dat is een kwartiertje lopen of zo vanaf stal. Maar mijn GoPro gaat niet aan. Ik denk dat hij echt leeg is. Dus dat is heel erg jammer. Maar ik ga deze maand sowieso nog wel vaker naar de hei toe. En dan neem ik jullie dan gewoon mee. Ik ga nu lekker bijtritten en ik zal kijken of ik wat leuke beelden kan maken. Wow, Abby zakt even door de knieën. Wat leuke beelden kan maken voor jullie. Zo, we zijn al eventjes onderweg. En het is echt prachtig hier op de hei. Het zonnetje is aan het ondergaan. En alle bloemetjes krijgen dan zo'n hele mooie gloed. Zo, en wij zijn weer bijna thuis. Daar aan het einde van dit pad, ja, is eigenlijk mijn stal. Ik heb echt super lekker gereden. Echt, ik denk dat het een van mijn fijnste, leukste buitenritten ooit was. Abby liep zo fijn. Echt, vanaf het begin tot het eind. Ze is geen enkel moment koppig geweest of tegen mijn hand. En ik heb er gewoon de hele rit lekker lang laag rond kunnen rijden. En dat was echt super fijn. Ik heb echt allemaal oefeningetjes gedaan. Bijvoorbeeld een beetje wijken op mijn rechtpad. In de galop ook een beetje opzij. En dan weer wisselen van galop en dan weer de andere kant opzij. Ik heb veel van galop gewisseld. Dus niet in een vliegende wissel, maar terugnemen en een linker galop. En dat een stukje. En dan terugnemen en een rechter galop. En dat is echt zo fijn. We are back.
Abby, wat je lief. Je bent nu echt moe, hè? Dus alles wat ik doe, vind ik prima. Oké, ik loop wel mee. Oké, ik ga wel hier stilstaan. Wat is jullie volgorde van afzaten? Zo, ik heb net de voerbakjes erbij gevuld en heb ik echt nog eens eten. Dus ze is echt al helemaal enthousiast. Ze heeft nu even een zweetdekentje om en ik heb mijn spullen opgeruimd. Dat wilde ik gaan doen. Ik ga ijsmesten, want dat moet natuurlijk ook gebeuren. Zo, tada. Abby wil elke keer heel graag van hier naar dat hooi. Want dat is veel lekkerder. Kom. Kom op. Dat is jouw hooi. Ga daar maar van snoepen. Ik ben thuis en ik ben weer iets aan het opwarmen van gisteren. Vandaag is het namelijk pizza. En ik hoop dat het lekker wordt. Want dat stukje daar zit allemaal rucola en tomaat op. Dus ik denk dat het echt helemaal zo vies gaat vervormen. Zo, ik ben weer lekker op mijn kamer en ik merk dat ik de laatste tijd echt heel erg veel op mijn kamer zit. Wat mij echt super goed helpt om productief te zijn. Want in de zomer en vorig jaar, eigenlijk vorig schooljaar, heb ik hier amper gezeten. Ik kwam hier eigenlijk alleen om te slapen en verder niet. Maar beneden merk ik dat ik toch super snel afgeleid word of door de tv die aanstaat of mensen die met elkaar aan het praten zijn of... Ja, weet je, het is ook veel gezelliger om natuurlijk met allemaal mensen om je heen te zitten. Maar voor mij werkt het gewoon niet heel erg productief. Daarom vind ik het wel lekker om me terug te trekken op mijn kamer. Ik heb hier allemaal dingen liggen. Ik zit er echt naar te kijken van wat is dit allemaal. Ik dacht, nieuwe week. Dus ik zal jullie weer even mijn planning laten zien. Dit is de planning van vorige week, afgelopen week zeg maar. Ik weet niet of die helemaal hetzelfde is als toen ik hem vorige week liet zien. Ik heb deze laten zien in de eerste vlog van Vlogmas. Dus check die even dan. En ik maak bij deze planningen dus gebruik van time blocking. Waarbij ik dus als blokken in mijn agenda dingen plan. Dus ik schrijf niet meer op een lijstje. Dat heb ik ook een hele tijd gedaan. Maar dat doe ik nu niet. Omdat ik hiermee eigenlijk veel meer gedaan krijg. En ook veel meer overzicht heb van wat ik allemaal moet doen. En ik zal jullie even mijn planning voor deze week laten zien. Die heb ik een keer niet op dit ding gemaakt. Ik kreeg ook echt vragen van mensen van kan je dat doorsturen of mailen? Ik wil het best naar mensen doorsturen, maar ja, het leek me niet heel handig om dat naar 50 verschillende mensen los te moeten doormailen. Dus daar moet ik nog even een makkelijke manier verzinnen. Misschien een drijfbestand, een linkje ergens neerzetten. Dat moet ik nog even uitzoeken, maar ik heb voor deze week, dacht ik, misschien is het handig om een manier te gaan zoeken waarbij ik niet elke keer van die losse blaadjes heb. En dat is gewoon in een collegeblok. Dan heb ik 6 blokken en het laatste blok heb ik in zaterdag en zondag verdeeld. Die zijn dus ietsje smaller. Maar dit is dus mijn planning voor deze week. En dit is voor vandaag. En die is voor morgen. En dat gaat dan zo verder. Ik heb het ook leuk met washi tape nog versierd. Maar vandaag had ik dus op de planning Abby. En dan edit de vlog. En nog iets voorbereiden. Een zelfstudie voor een vak. En ik heb dus een soort kleurcode per ding wat ik moet doen. Voor Abby gebruik ik groen. Dus dan zet ik er met een marker allemaal groene streepjes in. Ik hoop jullie het kunnen zien. Blauw gebruik ik voor editen van de vlogs. Dus eigenlijk werkdingetjes. Oranje gebruik ik voor schooldingen die ik thuis moet doen. Dus zeg maar studeren. En geel gebruik ik voor lessen die ik echt op school heb. En wat heb ik dan nog meer? Ja, dat is het volgens mij wel. Paars gebruik ik als ik bijvoorbeeld uitga. En als ik zeg maar ergens lang ben. Of gewoon voor extra dingetjes. Ja, ik vind het echt gewoon super overzichtelijk op deze manier. En het maakt dan niet eens heel erg veel uit dat ik niet precies om 5 uur begin met editen en niet precies om 7 uur klaar ben. Maar ik krijg wel een beetje inzicht van hoe lang ik daar ongeveer mee bezig ben. En wat ik daarna nog moet doen en hoe groot ja, blok in mijn tijd dat eigenlijk ineens. En op deze manier krijg je gewoon heel erg ja, duidelijk overzicht hoeveel uur je daadwerkelijk in een dag hebt. Want als je dit dan ziet dan denk je, ja, maar als ik er nu niet aan begin, dan krijg ik die taak dus niet af. Want als ik om 7 uur niet beginnen aan het voorbereiden met die zelfstudie. Dan weet ik dat ik om 10 uur daar niet mee klaar ben. En dan ben ik er om 11 uur nog steeds mee bezig. Nou, dan weet ik dus ook dat de vlog niet afkomt. En nou ja, dat motiveert me wel om toch aan het werk te gaan.
dingetje wat ik nog wel soort van iets beter moet doen is dingen als eten of douchen inplannen. Ik heb hier eigenlijk vanaf 5 uur tot 11 uur alleen maar dingen gepland. Ik weet niet waar ik mezelf de tijd heb gegeven om te eten. Er zijn ook mensen die echt dit doen en dan echt blokken in hun agenda zetten met klaarmaken voor school of reizen, dat soort dingen. Dat heb ik hier in deze week wel gedaan. Dan heb ik Paars gebruikt voor reizen met het OV of reizen met de auto. Dat heb ik dan bij deze week niet gedaan, omdat ik van mezelf gewoon heel goed weet hoe lang ik erover doe. Dus ik ben echt een freak wat betreft plannen. Ik vind het echt heerlijk om planvideo's te kijken. Ik zat vanmorgen ook weer allemaal filmpjes te kijken van mensen die hun eigen planner hadden gemaakt met allemaal dingen van AliExpress. En ja, ik gebruik nu natuurlijk gewoon een heel simpel notitieboekje. Ik heb zitten kijken naar planners die dit zeg maar al helemaal voor je maken. Want in principe, ik vind het heel erg leuk om zo'n tabelletje te maken en het helemaal zelf te versieren zoals ik het wil. Maar het kan ook heel erg goed gaan op een planner die gewoon mooi ingedeeld is. En ik zat te kijken naar de Structuur Junkie Planner. Die leek me wel heel erg fijn, want die heeft dus van die langwerpige vakken met tijden ernaast staan. Dus dat past wel heel goed bij mijn manier van plannen. Ik had ook een aantal comments gekregen van jullie waarin jullie zeiden hoe jullie plannen. En ik had dus ook iemand die zei dat zij met bepaalde blokken werkt. Dus ze heeft een ochtend, een middag en een avond. En als ze dan 's ochtends naar school ging, dan was dat blok zeg maar vol. En dan zou ze nog volgens mij één blok daarnaast aan school doen. En verder was ze dan een soort van vrij. Dus nou ja, stel ze zou 's ochtends naar school gaan, dan zou ze alleen 's middags of alleen 's avonds nog iets qua studeren doen. Dat ze zeg maar, dat je ook een beetje je pauze in ere houdt. En dat doe ik dus eigenlijk nog niet zo heel erg goed. Mensen die voor zichzelf werken, die een eigen bedrijf hebben, die zullen dit ook wel herkennen. Ik ben officieel zelfstandig ondernemer, dus ik heb een bedrijf. En ik kan volledig zelf indelen wanneer ik mijn werk doe. Ik heb natuurlijk wel deadlines, dus nou ja, ik wil 3 december een vlog uploaden, 5 december een vlog uploaden, 7 december een vlog uploaden. Maar ik kan volledig zelf kiezen wanneer ik dat film, wanneer ik dat edit. Ik heb niet een baas die mij vertelt, jij werkt morgen van 9 tot 5 en jij moet dan dit en dit en dit doen. Dus ik heb heel veel vrijheid wat dat betreft. Maar daardoor loop je ook een risico dat je altijd maar aan het werk bent. Zoals je kan zien, mijn weekend zit eigenlijk bijna net zo vol als mijn doordeweekse dagen. Dus ik heb niet echt weekend. En ik vind het leuk wat ik doe. Dus daarom vind ik het niet erg. Maar het is wel goed om na te denken over, weet je wel, ook al vind je je werk leuk, je moet gewoon niet altijd aan het werk zijn. En ik heb niet medelijden met mezelf of zo van, oh, ik heb geen weekend, ik werk zo hard. Ik heb vandaag vrij gehad. Ik ben de hele dag naar Abby geweest. Ik heb het echt niet zwaar. Maar het is wel iets om over na te denken. Ook als je bijvoorbeeld student bent en je kan je tijden zelf indelen. Denk gewoon eens na, heb ik wel eens een weekend? Weet je wel, heb ik wel eens een dag vrij? Je hoort er vaker YouTubers over. En mensen zijn dan zo van, oh, maar je bent YouTuber, weet je wel. Maar toch, het is toch werk. En hoe leuk je het ook vindt, het is iets anders dan op de bank liggen. Of een dag in de Efteling lopen. Of iets anders gewoon niet werkgerelateerd doen. En in principe, veel YouTubers zijn gewoon heel de dag of heel de week eigenlijk bezig met YouTube. Of het nou mentaal is of fysiek, je bent er gewoon de hele tijd mee bezig. Dus ik vind dat wel interessant om daar bijvoorbeeld ook weer video's over te kijken. Over hoe je best soort van je leven kan indelen. Dus ja, zoals ik al zei, ik vind het heerlijk om daar filmpjes over te kijken van andere mensen, hoe die plannen. Dit was weer een heel lang stuk over plannen, maar ik kan hier echt uren over praten. En ik hoop dat jullie niet al zat worden. In ieder geval, ik ga nu even wat doen wat op mijn planning staat dus. En dat is, even kijken hoor. Voorbereiden, zelfstudie, voor college pak ik een 4. Oké, ik ben nog niet klaar, maar mijn laptop is leeg. En ik weet even niet waar mijn oplader is. En ik vind het eigenlijk ook wel een goed excuus om in bad te gaan. Dus dat ga ik nu doen. Hey jongens, het is inmiddels echt heel erg laat. Het is bijna 11 uur. En ik heb wel ongeveer alles gedaan wat ik moest doen. Ik ga nu nog even de vlog editen. En dan ga ik lekker slapen. Dus ik hoop jullie bij de volgende vlog van Vlogmas weer te zien. Doei doei!